spreken met voorzitter MKB Michel de Wild. Michel, je hebt in je voorjaarscongres gekozen voor vitaliteit en Jochem Uitenhagen. Waarom? De provincie Gelderland heeft de vitaliteit hoog in haar vaandel staan. Dat is ons te oren gekomen. Dus we hebben gesprekken gehad met de provincie. En ze wilden heel graag met ons een vitaliteitscongres organiseren. Want vitaliteit moet uiteindelijk weer voor productiviteit zorgen. En ja, we zijn bij elkaar gekomen en we hebben eigenlijk het voorjaarscongres samen met de provincie georganiseerd. En dat is vitaliteit geworden met Jochem Uitenhagen. En we zijn er zeer blij met Jochem, met name naar Sochi gekomen is. Ja, natuurlijk het schaatsen, waar we natuurlijk heel succesvol waren. Maar nogmaals, als je niet vitaal bent, dan kun je ook geen succesvol schaatser bijvoorbeeld zijn of succesvol ondernemer. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden geweest, denk ik. En de opkomst is wederom erg goed. Ja, ik ben weer blij met zo'n opkomst. Kijk, soms zijn we wel natuurlijk een beetje verwend met 300 man. Maar vanavond weer een hele grote opkomst met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Bij de Magic is een grote bijeenkomst van de week. En toch weer vanavond volle bak. Ik ben als voorzitter MKB daar weer heel erg blij om. We spreken vandaag met Jochem Uitenhagen aanwezig tijdens het voorjaarscongres van MKB Wiegen. Jochem, heel even kort terug naar het schaatsen natuurlijk, waar iedereen je van kent. 5-10 kilometer goud. Wie vergeet het? In 2002 was het ook alweer. Wat voor gevoel had je bij de laatste drie rondes van Kramer toen dat iedereen dacht van wow, hij gaat het niet redden? Nou, ik was erbij. Ik ben naar beneden gelopen van de tribune af. Ben over de boarding gaan hangen zoveel als ik kon. En heb enorme longen uit mijn lijf staan brullen. Omdat ik toch wel enorm teleurgesteld was dat Sven niet kon laten zien hoe goed hij is op die 10 kilometer. Maar je kon het voelen wat hij voelde? Ja, ik leefde echt wel met hem mee. Ik was echt wel teleurgesteld. Maar ja, aan de andere kant, Jorrit Bergsma reed zo'n fantastische 10 kilometer dat dat ook echt wel het verdienste van Jorrit is. Laten we dat wel weten. Nou ja, leuk dat je het even wilde delen. Nu heb je inmiddels, ben je een soort spreker geworden en je bent trainer geworden. Wat is er eigenlijk gebeurd na jouw actieve schaatsperiode met je? Nou, wat ik doe is eigenlijk de kennis en kunde die ik in mijn schaatscarrière heb opgedaan, 15 jaar lang topsport, om die kennis en kunde naar bedrijfsleven te brengen. Van wat kan je nou leren wat we in de topsport doen en hoe kan je dat voor jezelf gebruiken in het dagelijks leven om, zoals wij het noemen, duurzaam te presteren. Dus van jong tot oud, in ieder geval tot aan je, het liefst voorbij je pensioenleeftijd, gewoon elke dag een goede prestatie te kunnen leveren. Dat heeft te maken met energiemanagement. Dat heeft te maken dus hoe je met slaap, voeding, stress omgaat. Maar bijvoorbeeld ook... Ja, daar wil ik wel even terug op komen. Wij hoorden een korte samenvatting daarnet over slapen. Is slapen zo belangrijk? Ja, slaap zorgt voor 80% van je herstel. En ik denk dat heel veel mensen gewoon onvoldoende goede kwaliteit slaap hebben. En ga vragen, en ik deed het ook in de zaal. En als je vraagt wie werd er vanmorgen wakker met, zoals we dat zeggen, een groene batterij. Ja, dan zeg maar 50% steekt zijn arm omhoog. Dat betekent dus dat de andere helft gewoon niet fris wakker werd. Na een weekend. Nou ja, en dan moet je nog productief zijn op de werkvloer. Daar geef je trainingen in. Mensen kunnen je boeken. Mensen kunnen mij boeken en ik kan een motivational speaking houden. Maar ik vind het ook heel erg leuk om gewoon één op één met de mensen echt gewoon naar hun eigen patroon te kijken. Van, hoe kan ik hun nou beter maken? Waar lopen zij tegenaan? Wat weten ze wel over voeding, wat weten ze niet? Waar zitten hun slaapproblemen? Om ze echt specifiek te helpen. Want uiteindelijk, ik wil mensen een rijker leven laten leven. En... Is er een website voor? Hoe kunnen we je contacten? Ja, dat kan zeker. Als je zoekt op mijn naam Jochem Uitenhagen met UYTDE. H-A-G-E. En of je gaat naar de website De Uitdaging, maar die is moeilijker te vinden, .nl. Dan vind je van alles. En anders kan je ook op de website kijken van het bedrijf waar ik heel veel mee werk met, lifeguard.nl. En dan doe je ook nog iets wat ik gelezen had met talenten en sport. Ja, dit jaar 2014 bestaat mijn stichting Sporttop, 10 jaar. Wij koppelen ervaren topsporters 1-op-1 aan jonge sporttalenten. En daarmee eigenlijk zorgen we ervoor dat de kennis en ervaring die bij de topsport is, om die 1-op-1 aan de jonge sporttalenten over te dragen. En zo behouden wij de kennis en kunde in de sportwereld en laten we de talenten niet in de valkuilen lopen die wij wel hebben bewandeld. Wij begrijpen, Jochem Uitenhagen is still going strong op een ander niveau. Ik hoop wel op het maximale niveau, maar met sport als leidraad.